Vanaf morgen gaan Chantal Jansen en Tijl Bekkant ieder met een eigen team de strijd der seksen met elkaar aan. In De Jongens tegen de Meisjes komen alle clichés over het andere geslacht aan bod. Om voor eens en voor altijd uit te maken welk geslacht de strijd der seksen wint, gaan Chantal, Tijl en hun teamplayers de strijd met elkaar aan. Succes! Oh. Ben ik een vrouw? Ja. Ja. Ben ik een bekende vrouw? Ja. Nederland 1? Nee. 2? Nee. 3? Nee. Ja. Ja. Oh. Ja. Ik vind er wel een klein hoogtepuntje is het letterpakkenspel. Hoe snel een woord wordt gevormd. Ik heb het idee dat vrouwen beter zijn met taal. Maar dat weet ik niet zeker. Biljartstokken. Keuken. Dat weet ik niet hoor. Omdraaien. Wat heb jij? Ik ben die maak helemaal. Ja. Zij besteedt het complete huishoudgeld aan designerkleedjes en hij zet naar voetbal zodra haar favoriete soap begint. Maar ja, dat is de aard van het beestje, hè? Het is een feit. Mannen en vrouwen komen van een andere planeet. Volgens Tijl is het al bepaald. Tijl vindt het eigenlijk onnodig dat daar 6 afleveringen aan gewijd worden. Ja. Want hij vindt gewoon dat de meisjes beter zijn. Wat staat er in de koelkast van een vrijgezelle man? Renate was het snelst. Wat is je antwoord? Bier. Ook thuis hebben Chantal en Tijl het gevoel dat ze af en toe Frans tegen een Chinees praten. Ik heb wel eens, als ik dingen op de trap leg, dan als ik die op de trap leg, leg ik die niet op de trap omdat ik dat leuk uit vind. En ik vind wel dat dat naar boven moet. Maar er wordt dan vaak langs gelopen. Er zijn enorme verschillen natuurlijk. Maar je moet het met elkaar doen. Dat moet helemaal niet. Trouwens, alleen als er met een wijntje en een goede sfeer. Ondanks de verschillen tussen de seksen is het bij het nieuwbakken presentatieduo wel degelijk 2 handen op 1 buik. Wij zijn ook op elkaar aangewezen en het gaat best goed. We willen het niet. Nee, we hebben ontzettend gezocht naar andere combinaties. Ja. Maar wij zijn de beste. Ja. En dan moet je met elkaar. Ja, voorlopig is het even de jongens tegen de meisjes tegen Ik hou van Holland. Want het is toch al wat, hè? Op dat tijdslot gaan zitten op zaterdag 8:30. In een spelshow nog een beetje op lijkt ook natuurlijk. Want het heeft diezelfde dynamiek en panels en het opjutten en spellen te doen. Dus het is heel spannend. Maar ik zag jou al in beeld in ieder geval. Hoe was het? Hoe was het? De opnames waren leuk en heel eerlijk is nu dan, moet ik bekennen. Ja, en jij zit er morgen al meteen in. Ja. Het is jongens tegen de meisjes, dus het gaat ook voornamelijk ook om verschillen. En soms wel pijnlijke privé dingen die dan eerlijk beantwoord moeten worden. En wordt het ook gebruikt, want ik zag Renate, die is jou niet heel onbekend aan de overkant in de andere teams. Wordt daar gebruikt van? Nou, als er koppels zijn, dan doen ze dat wel, ja, inderdaad. Nou, Carlo en Irene was het. Nee, zo gaat het dan. Dat is toch een andere relatie? Nee, dat klopt wel. Maar goed, als er setjes zijn, mannen tegen de vrouwen bij Carlo natuurlijk een beetje lastig. Ja. Maar dan kunnen ze ook al homo's meedoen. Je hoeft niet per se de Nou, je niet gediscrimineerd. Nee, dat niet. Dat klopt. Mannen zijn mannen in dit programma. Okay. Ja. Nou, morgenavond een echt programma voor echte mannen. Leuk.